mijn man en ik de grote overstap waagden naar dit typische land. Dit land dat voor mij weer wat onwennig voelde en voor mijn man bijna helemaal vreemd was, oefenden wij met elkaar alvast wat nuttige Nederlandse zinnetjes. Volgens een boek geschreven door iemand die zelf naar Nederland was verhuisd, waren vooral twee zinnetjes onontbeerlijk. Dat mag niet en dat kan niet. We konden toen nog niet vermoeden hoe belangrijk die zinnetjes inderdaad zouden worden. En ook niet dat een van Garrett's eerste volzinnen zou worden: het is verplicht een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Komt allen tezamen, hoorden we net. Dat mag niet en dat kan niet. Die woorden klinken ons vandaag wrang in de oren, want samen zijn en samen jubelen van vreugde is nu net wat we het liefst zouden willen. En toch wagen we het erop om ze te zingen, die woorden, om naar ze te luisteren, ze tot ons door te laten dringen en ze van harte te menen. Want wat er ook niet kan en niet mag, God zegt toch ja. Als je het kerstverhaal in een paar woorden zou willen samenvatten, dan zijn het deze: God zegt ja. Of om maar helemaal in de sfeer van nuttige Nederlandse zinnetjes te blijven: God zegt wel eens. In Jezus zegt God ja tegen ons mens zijn. Tegen wat wij mensen zouden kunnen zijn. Tegen onze toekomstdromen, tegen ieder sprankje hoop, ieder teken van solidariteit, ieder lichtpuntje wat wij maar kunnen opbrengen. Een God die niets liever wil dan dat wij allen tezamen komen, ondanks alles wat ons scheidt. Een God die mensen verbindt, die ruimte schept in plaats van afstand, medemenselijkheid geeft in plaats van competitie. Dat kan toch niet? Wel eens, zegt God. Een God die onze grenzen opzoekt en overschrijdt. Een ongehuwde moeder die een cruciale rol speelt in Gods geschiedenis met de mensen. Die zingt van een God die oog heeft voor wie wordt verguisd en vergeten. Dat mag toch niet? Wel eens, zegt God. Maria zingt ons voor. Het lied waarmee zij haar zwangerschap bezingt is het lied van iedereen die God leert kennen als een grensoverschrijdende, ongehoorzame God. Een God die groter en wijzer is dan ons kunnen en mogen. Het lied van Maria is het lied van iedereen die begrijpt dat wat met kerst gebeurt een samenvatting is van alles wat God van ouds met de mensen voor heeft. Met alle mensen. En het treffende van Maria's lied is dat het laat zien dat Maria heel goed doorheeft met wie ze in zee is gegaan. Dat Maria niet zomaar een naïef meisje is dat ja zegt zonder een weloverwogen beslissing te hebben kunnen nemen. De krantenkop die zou passen bij Maria's zwangerschap is niet: God kiest meisje uit om zoon te dragen. Nee, de krantenkop is: meisje wordt zwanger en ziet daarin de hand van God. Een God die zo'n zwangerschap niet alleen toestaat, maar toejuicht. Een God die juist zo te werk gaat. Die mensen mens laat zijn, omdat mens zijn er ten diepste toe doet. Over die God kent Maria de oude verhalen. Verhalen waarin de meest onwaarschijnlijke mensen Gods bondgenoten zijn. De jongste, de zwakste, de onervarene, de buitenlander, de vrouw. Juist diegene waar in de ogen van de mensen iets aan schort.
Maria weet heel goed dat het bloed van Gods volk kruipt waar het niet gaan kan. En dat daar dan leven ontstaat en een toekomst. Dat kan niet en dat mag niet. En toch zegt God ja. Het lied van Maria is een lied geboren uit de vraag: waar kom jij God eigenlijk tegen? In de oude verhalen? In de toekomstdroom die je hebt? In wat er op dit moment gebeurt in je leven en in de wereld om je heen? Hier een glimp van inzicht, hier een sprankje hoop. Daar het gevoel van gedragen worden. Als je die momenten allemaal naast elkaar zet en met elkaar verbindt, alsof het de sprankelende pailletten zijn in een van de werken van Karel Blotkamp, die hier op dit moment in de kerk hangen, zie je dan een patroon? Is het dan alsof stukje bij beetje het licht aangaat? Alsof je iemand begint te leren kennen en te leren begrijpen? Daar is het God nou net om te doen, dat hij zich door ons laat kennen. In verhalen, in ervaringen, in gebaren, in mensen. En bij uitstek in Jezus. In hem ligt alles wat God met ons voor heeft. Het nieuwe leven van een pasgeboren kind. Het nieuwe leven van een onooglijke jonge vrouw die door God gezien wordt. Het nieuwe leven van een evenwicht dat op zijn kop wordt gezet. Het valse evenwicht van arm en rijk, hongerig en verzadigd, machtig en machteloos. Nieuw leven omdat het oude leven heeft afgedaan. Nieuw leven uit de dood. In het kerstfeest ligt de kiem van Pasen verborgen. Niet het antwoord op al onze vragen, niet de oplossing van al onze problemen, maar God wel eens. Onstuitbaar leven. Menselijk leven, met alle pijn en angst en mislukking van dien, met alle frustratie van wat onvolkomen is, van wat mis is en wat mist. Maar leven dat zo waardevol is dat de eeuwige ervoor de tijd instapte. Leven dat zich niet laat gebruiken door wie macht heeft. Dat zich niet laat uithollen door wie er geen waarde aan hecht. Dat weigert een speelbal te zijn van wie over lijken gaat. Menselijk, goddelijk leven. Dat willens en wetens door het hele leven heen gaat. Door alles wat een mens verheugt en kwelt en verwondt en heel maakt. Door het donker, door de dood. Het licht dat geboren wordt met kerst is geen licht dat alle duister al overwonnen heeft. Het is licht in het duister, waarop het duister geen grip zal krijgen. Wie in dat licht gelooft, is niet immuun voor alles wat dat licht tegenwerkt, maar ziet het juist extra scherp. Wie dat licht van kerst bij zich draagt, realiseert zich de kracht van het donker, maar weet ook dat het kleinste licht dat donker kan breken. Soms is er niemand die zijn licht aan jou doorgeeft. Soms kun jij het niet opbrengen om je licht aan anderen door te geven. Soms kan en mag het licht zich niet van mens tot mens verspreiden. Maar het licht is er toch. Het dooft niet. Het is sterker dan wij. Het gaat waar het niet gaan kan. Het donker krijgt er geen grip op. Voor veel mensen is deze kerst stiller en eenvoudiger dan andere jaren. Plaatsen aan de tafel zijn leeg, logeerkamers zijn leeg. Maar
juist nu we wel uit onze routine moeten stappen. Juist nu onze kerkbanken en onze huiskamers en onze armen leeg zijn, kan ons hart zo vol raken. Zo direct zingen we: de beminde is gekomen en we gaan op zoek naar een plek die waardig is om hem te ontvangen. De beste plek in heel het huis. Ons hart. Voel je het al? Dat hij daar wil wonen? Dat hij nabij wil zijn? Juist in de verwarring en de ontreddering van het donker zijn we extra gespitst op het eerste licht. En dat licht is gekomen. Onstuitbaar en onherroepelijk. Tegen alles in wat niet kan en wat niet mag. Tegen alles in wat ons frustreert en angst aanjaagt. Tegen alles in wat mensen elkaar aandoen en wat ons overkomt. Het licht waar geen duisternis tegen bestand is. Het licht van God met ons. Amen.